Dit is Ayad. 16 jaar oud. Ik ontmoette hem deze winter op een pleintje in Izmir, in het westen van Turkije. En hij woonde daar samen met een vriend en wat zwerfhonden onder een plastic zeil. Hij had vertelde mij hoe hij een half jaar eerder Syrië was ontvlucht. Zijn huis, zijn school, alles was weg. Hij had zijn familie al maanden niet meer gesproken. De buurt rond het pleintje waar Ayad woont is het laatste jaar uitgegroeid tot het vertrekpunt van waar honderdduizenden vluchtelingen de overtocht naar Europa wagen. De winkeltjes, de steegjes, de hotelkamers, ze vormen de goudmijn van mensensmokkelaars en hun bikkelharde handel in verlangen. Verlangen naar een perspectief, verlangen naar toekomst. En ook Ayad wilde naar Europa. Weg van Syrië, weg van Izmir, weg van de uitzichtloosheid. In Europa, daar lag zijn toekomst. Ja, hij wist het zeker. En zoals Ayad, zo zijn er vele honderdduizenden, miljoenen. Wie het verlangen van Ayad en al die anderen wil voelen, moet 's avonds naar het zuiden rijden. Naar de strandjes van Tjesme. Want daar zijn de lichtjes van het Griekse eiland Chios zo dichtbij. Je kunt Europa bijna aanraken. 6 kilometer maar, tot het beloofde continent. Maar daartussen, verraderlijke stroming en te hoge golven. En ik reed die nacht in december mee met de grenspolitie. Over de kleine kustwegen. Met een team dat tot op het bot gemotiveerd was om mensensmokkelaars op te pakken. En vluchtelingen tegen te houden. We reden langs alle inhammen. We volgden alle verdachte bewegingen. Maar een wanhopige zoektocht naar een beter leven, die laat zich niet vangen. Die nacht vertrokken er 15 boten. Die nacht verdronken er 6 kinderen. En ik staarde de volgende ochtend naar de krant met daarop de foto van het drama. Ons falen. Meedogenloos vastgelegd. En hoe langer ik er naar keek, hoe bozer ik werd. Want hoe kan het dat wij toekijken hoe de Middellandse Zee verandert in een massagraf? Hoe kan het dat dit continent van rechtvaardigheid en welvaart toekijkt als 1,5 miljoen mensen lukraak door Europa wandelt op zoek naar veiligheid, op zoek naar onderdak? Ik werd er stil van. En dit is Benno. 3000 kilometer verwijderd van Izmir sprak ik hem in een sportkantine. Dat is Benno. En u ziet het, Benno was boos. Woedend. Op de politiek. Op ons. Vanwege de komst van een AZC. Te groot. Zonder inspraak gepland. Naast een school. Midden in een moeilijke buurt. En ik begon over een wereld die in brand staat. Over vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Over een vraagstuk dat onze betrokkenheid vraagt. Maar Benno was niet onder de indruk. Hij was geen xenofoob. Hij was geen egoïst. Hij wilde heus gastvrij zijn. En hij snapte dat het vluchtelingenvraagstuk niet zomaar zou overgaan. Maar het echte probleem, zei hij, is dat jullie het in Europa totaal niet onder controle hebben. Niemand heeft een idee hoeveel vluchtelingen er nog komen. Niemand weet wie het eigenlijk zijn. Benno had gelijk. En hoe langer je daarbij stilstaat, hoe ongemakkelijker het wordt. Want onze verzorgingsstaat is een gemeenschap. Een gemeenschap die veiligheid en kansen biedt. En ervoor moet blijven zorgen dat ze die kansen straks ook nog kan bieden. En dus moet die gemeenschap in staat zijn nieuwkomers op te nemen en te integreren. Een onbeheersbare stroom mensen doet de gemeenschap uiteenvallen. De kans dat Ayad en Benno elkaar ooit in de ogen zullen kijken, die is miniem. Maar in mijn hoofd zijn ze een eenheid. Want samen vragen ze om een antwoord. 1 antwoord. Geen samenraapsel van losse ideeën om handig verschillende achterbannen naar de mond te praten. 1 oplossing. Een oplossing waarmee wij verantwoordelijkheid tonen voor de mensen die hierheen komen.
en voor de mensen die hier al zijn. En zo'n oplossing die komt er niet als we blijven denken in uitersten. Uitersten van hoge muren en prikkeldraad versus onbelemmerde toegang voor iedereen. Die oplossing komt er niet als we ons wentelen in ons eigen gelijk. Als we ongemakkelijke keuzes uit de weg gaan. Want de keuzes zijn niet eenvoudig of eenduidig. Het is een kluwe van dilemma's. Dilemma's die ons verplichten om beter te kijken en vanzelfsprekendheden los te laten. En misschien verklaart dat wel de oorverdovende stilte uit te veel hoeken van het politieke spectrum. En is het dan gek dat veel mensen zich wenden tot die enige die wel veel lawaai maakt? Partijgenoten, op zo'n moment stapt de PvdA naar voren. We weerstaan de verleidingen van gemakkelijk rechts en van gemakkelijk links. En wij maken een plan dat ruimhartig toegang voor vluchtelingen creëert en de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Zonder mensensmokkel, zonder verdrinkingen. Ja, een ongemakkelijk plan, omdat er geen gemakkelijke oplossing is. Maar wel een poging om rechtvaardigheid terug te brengen, daar waar de rechtvaardigheid in de golven ten onder dreigde te gaan. Dat, dames en heren, is de Partij van de Arbeid waar ik van hou. Het vluchtelingenvraagstuk. Dat vraagstuk zal nog jaren bestaan. En het zal ook nog veel van ons vergen. Makkelijk wordt het sowieso niet meer. Kijk maar naar de gebeurtenissen rond de asielzoekerscentra de afgelopen tijd. Maar laten we daartussen niet vergeten dat er tussen al die lelijke schreeuw- en soms vechtpartijen ook een prachtig Nederland zichtbaar werd. Er melden zich meer vrijwilligers dan ooit om iets voor een ander te betekenen. Overal in het land zie je de initiatieven uit de grond schieten. En raadsleden, wethouders, burgemeesters, vaak van onze partij, maar ook van andere partijen, blijven in al het rumoer pal staan voor onze waarden. Er is reden om alert te blijven, maar er is geen reden voor vertwijfeling. Ik zei het eerder en ik herhaal het hier. Nederland wil en Nederland kan vluchtelingen opvangen. Dankzij al die mensen die het hart warm en het hoofd koel houden. En ik vraag voor al diegenen die nu laten zien wat Nederland eigenlijk in zijn mars heeft, een hard applaus. Dat is onze houding. Niet wegduiken, maar naar voren stappen. Zonder dogma's, maar met een vast kompas. Niet bang om oude vormen en gedachten los te laten als de toekomst daarom vraagt. Dat bepaalde onze houding in de afgelopen 70 jaar. De wederopbouw, de verzorgingsstaat, de oliecrisis, de globalisering, internationale spanningen, de financiële crisis, de diepe recessie. Altijd nieuwe obstakels, maar altijd diezelfde opdracht. Rechtvaardigheid, solidariteit en vooruitgang bevorderen. En dat vergt moed. En een sterk kompas dat telkens opnieuw wordt getest. Generaties politici voor ons doorstonden die test. 70 jaar Partij van de Arbeid heeft Nederland veel opgeleverd. We staan op de schouders van reuzen en nu is het aan ons. En ik geloof niet dat ik iemand iets nieuws vertel als ik zeg dat wij de afgelopen periode flink getest zijn. Sommigen, misschien zelfs wel in deze zaal, menen dat wij falen voor die test. Ik niet. Want wie kan beweren dat wij falen als de grootste recessie in 70 jaar tijd is omgebogen naar gestage groei? Als er weer gewerkt, gekocht, gebouwd en verbouwd wordt? Als de koopkracht weer stijgt, vooral voor mensen met weinig geld? Falen we als we inkomensverschillen hier kleiner maken, terwijl ze vrijwel overal in de wereld stijgen? Als armoede afneemt, tegen de internationale trend in? Falen wij als we de lasten op arbeid verlagen, terwijl ze in brasgaat stijgen? Falen we als Nederland met de Partij van de Arbeid in het kabinet deze week voor het eerst in de geschiedenis de mijlpaal van 10 miljoen banen passeerde? Ik dacht het niet.
en het zijn niet alleen de cijfers. Lodewijk Asscher, hij slaagde voor de test toen hij een einde maakte aan het tijdperk van aanbesteding en de schoonmakers van de ministeries gewoon weer in dienst nam. En Ronald Plasterk, toen hij de topinkomens aan banden legde. En Otwin van Dijk, die slaagde met een griffel toen hij met strijd en doorzettingsvermogen een toegankelijk Nederland voor gehandicapten garandeerde. En partijgenoten, wat ben ik trots als ik tegenwoordig vanuit mijn kamerbankje naar de voorzittersstoel kijk. Want daar zit ze, onze Khadija. Onze Khadija, de voorzitter van de Tweede Kamer, het hoogste college van staat. Het bewijs dat je in dit land met doorzettingsvermogen en hard werken alles kunt bereiken. Khadija, wat zijn wij trots op jou. En ik hoor u denken, slagen? En de zorg dan? Hoe vaak hebben we het niet gehoord? Daar falen jullie toch? Maar is dat nou zo? Toegegeven, de gewenste cultuuromslag gaat niet gemakkelijk. En dat had ook niemand verwacht. Generaties politici voor ons hebben het niet aangedurfd. En zo was de zorg verworden tot een bureaucratie, waar megalomane organisaties het systeem bepaalden. Wijkverpleegkundigen deden wat er op een formulier stonden en patiënten een nummer kregen. Gedreven door ons kompas gingen wij die confrontatie wel aan. De megalomanie moest verdreven. De zorg moest weer terug in de buurt. De wijkverpleegkundigen zouden regie terugkrijgen. Het formulier wegleggen en de patiënt gewoon weer in de ogen kunnen kijken. Een gigantische klus. En met een aangetrokken broekriem. Dat hebben we geweten. Dat heeft Martin van Rijn geweten. Maar zie, afgelopen weken zorgde Martin van Rijn ervoor dat het failliete TSN, dat misgokte met het bedrijfsmodel van karige, goedkope zorg voor maximale winst, dat kan worden overgenomen door een stichting van buurtzorg. De oude zorg gaat failliet, leven de nieuwe. Een voorbeeld van hoe de trend kan worden gekeerd. Martin, wij hebben de afgelopen jaren vaak tegenover elkaar gezeten. Elkaar aangekeken. Gaan we dit redden? Lukt het ons? En nou weet ik het zeker. Dit gaat ons lukken. Omdat ons kompas klopt. Maar vooral omdat ik niemand anders ken die dat kompas zo heeft verinnerlijkt als jij. En die genoeg wilskracht en creativiteit bezit om daarop te koersen. Stap voor stap. Niet de maatregelen heilig verklaren, maar wel vasthouden aan onze waarden. Van rechtvaardige en toegankelijke zorg. Op naar het einddoel. Martin, wat een prestatie. Partijgenoten, dit is de Hugo de Grootschool op Rotterdam-Zuid. De school van directeur Erik van Zelfden. Toen hij in 2009 begon, was de Hugo de Groot een zeer zwakke school in een van de moeilijkste buurten van Nederland. Leegloop bepaalde de leerlingenaantallen. Onvoldoendes domineerden de eindexamenresultaten. Chaos regeerde de dag. Maar Erik had een droom. Hij ging van deze school de beste school van Nederland maken. En daar zou hij alles voor gaan doen, ook als het betekende dat de regels opzij moesten. Want het belang van leerlingen moest eindelijk voorop gaan staan. De strijd van Erik om van zijn school een superschool te maken leest als een thriller. En hij slaagde voor zijn test. Hugo de Groot is nu de beste HAVO van Nederland en de beste VWO-school van Zuid-Holland. Met een slagingspercentage van 100%. Het kan. Maar Eriks droom gaat verder. Want hij ziet nu nog steeds leerlingen zijn school inkomen met een onoverbrugbare taalachterstand. En hij ziet hoe verkeerde schoolkeuzes mooie toekomsten kunnen knakken. En dus wil hij zijn school uitbreiden.
Met een basisschool. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Met meer taal. En meer aandacht voor vaardigheden waar je in de rest van je leven plezier van hebt. Weerbaarheid. Empathie. Respect. En ik droom met Erik mee. Van een onderwijs waar meer uren wordt lesgegeven. Met meer kwaliteit. Waar we erin slagen om alles uit kinderen te halen. En dat is nog zoveel meer dan we soms denken. Ik droom Eriks droom. En ik beloof u dat wij binnenkort een visie op onderwijs zullen presenteren die die droom dichterbij brengt. Waarin de belangrijkste investering die een overheid überhaupt kan doen, onderwijs, ook weer de grootste investering wordt. Waar we leraren 2 keer zo goed opleiden, 2 keer zoveel betalen en ja, dat hoort er ook bij, 2 keer zo makkelijk afscheid nemen als het echt niet gaat. Omdat onze kinderen niets meer verdienen dan het allerbeste onderwijs. Partijgenoten, we zijn in 70 jaar ver gekomen, maar we kunnen nog zoveel verder reiken. Wat nu na alle inspanningen de motor weer draait, kan dat ook weer. Kunnen we weer dromen, nieuwe dromen gaan waarmaken. Onze droom bijvoorbeeld van een economie die niet alleen sterk is, maar ook aan iedereen een plek biedt. Om een eind te maken aan die hartverscheurende verhalen van jongeren die met een mbo-2-diploma trots de wereld ingaan. Om dan te ontdekken dat de werkgever er al lang weer vandoor is. Op naar mbo 3, 4, hoger. In hun zucht naar meer, sneller en beter trekken werkgevers de onderste sport van de ladder steeds hoger op. Zo hoog dat een hele groep er straks niet meer bij kan. En dat grijpt mij naar de keel. Als politicus en als vader. De droom van een economie waarin er voor iedereen weer een plaats is. Die maken we in mijn visie pas waar als we weer gaan investeren in de maakindustrie, in duurzame energie. Want die biedt niet alleen duurzame welvaart, maar biedt ook een plek aan meer mensen. En die droom is niet zo ver weg als het lijkt. Neem het bedrijf Ampelman, waar ze ingenieuze, stabiele platforms voor schepen bouwen, zodat je zelfs met hoge golven het onderhoud van offshore windmolens kan doen. De ingenieurs die tekenen en bedenken de concepten, de voormannen verdelen het werk. En de jongens met een mbo-2-diploma, die lassen de constructies. En die jongen met een arbeidshandicap, die vindt zijn plek bij de logistieke afdeling. En dat is geen romantiek van de jaren 50. Ampelman is de realiteit van de 21ste eeuw en we hebben er veel meer van nodig. Nederland moet haar kracht uitbouwen. Daarom investeren we in deze periode al miljarden in duurzame energie en richten we die investeringsinstelling op om startende bedrijven een kans te geven. Want de vervulling van onze droom is in deze periode al begonnen. En zo, partijgenoten, is het met al onze idealen. Ongedeelde steden, een duurzame energievoorziening, een sociaal Europa, echte gelijkheid, een rechtvaardige zorg, goed en eerlijk werk. In deze periode zetten wij stappen, soms bescheiden. Soms fors. We boeken vooruitgang. Echte vooruitgang. En tegelijkertijd is er nog zoveel om van te dromen. Om naar te streven. We zijn er nog lang niet. En dat, partijgenoten, dat moet ook onze houding zijn in het laatste jaar van deze periode. Zelfbewust over wat we allemaal hebben bereikt. En ambitieus over wat we nog willen bereiken. En lief congres, mag ik op dit punt, zo op het einde van de dag, een kleine verzuchting met u delen. Ik zie nog te weinig zelfbewustzijn. Ik hoor te veel verontschuldiging. Ik lees te veel getop. Partijgenoten, dat is onnodig en het is onterecht. Want kijk nou, deze partij zat de afgelopen jaren in een regering die een totaal vastgelopen economie weer aan de praat kreeg. Die de motor van de vooruitgang weer repareerde. En die daarbij de lasten en de lusten rechtvaardig verdeelde. Economische tegenwind, een lastige coalitiepartner. Ze hebben niet kunnen voorkomen dat wij waarmaakten wat wij in 2012 beloofden. Eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken. Daar moeten we niet over tobben, daar moeten wij trots op zijn. En nu, partijgenoten,
Nu wordt het tijd om die nieuwe ambities te gaan najagen. En daarvoor heb ik u nodig. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Want alleen als we in dit laatste jaar gezamenlijk zelfbewust optrekken, kunnen wij verzilveren wat er in de afgelopen jaren is geïnvesteerd. Alleen als wij brandend van ambitie volgend jaar inlopen, kunnen we onze dromen waarmaken. En dus vraag ik u, hier, nu, doe met me mee. Doe het samen. Dan gaan wij gezamenlijk, schouder aan schouder, met opgeheven hoofd richting maart 2017 en nog veel verder. Op naar de toekomst. Dank u wel. APPLAUS